Harry en Odette zijn volgend jaar 25 jaar getrouwd. Ze ontmoetten elkaar bijna 30 jaar geleden en Odette was vrijwel meteen verkocht. Harry en ik hebben elkaar leren kennen in Joegoslavië. We waren op vakantie en dat was eigenlijk een liefde op het eerste gezicht. Het duurt niet lang voordat de twee gaan samenwonen. Ze hebben een gelukkig huwelijk en dochter Ingeborg en zoons Stijn en Bas worden geboren. Harry is ambitieus en weet op te klimmen tot financieel directeur. Alles lijkt het gezin voor de wind te gaan. Tot Odette in 2015 de eerste vreemde verandering in Harry's gedrag signaleert. Dat hij vaker moe was en lusteloos en geen zin in dingen te ondernemen, terwijl hij dat voorheen altijd wel had. In eerste instantie wordt nog gedacht aan een burn-out of een depressie. Maar als Harry vorig jaar tijdens een skivakantie op geen enkel woord komt bij het spelen van een spelletje, gaan bij Odette de alarmbellen af. Toen uiteindelijk zei ik van je moet naar de dokter, want ik heb toch het idee dat er iets met jou aan de hand is. En toen is het balletje gaan rollen. En uiteindelijk hebben 5 juli dan de uitslag van frontotemporale dementie gekregen. Het is dus pas een paar maanden geleden dat Odette, Harry en de kinderen deze hartverscheurende mededeling voor hun kiezen kregen. Maar inmiddels is het besef wel doorgedrongen dat alles vanaf nu anders wordt. We hebben geen toekomst meer. We gaan niet samen oud worden. En we moeten hier. Het is ongeneeslijk. We moeten hier doorheen. En hij gaat straks een man worden die hij niet wil worden. Hij zal heel erg gaan veranderen zonder dat hij het zelf in de gaten heeft. Ja, dat vind ik eigenlijk bijna, als ik eerlijk mag zijn, onmenselijk. In het begin heb ik het heel lang ontkend. Toen had ik inderdaad ook de hoop dat het een depressie of een burn-out was. En toen het echt definitief was, toen was ik vooral gewoon heel boos. Ja, het lastige is om het te accepteren, omdat je in je hoofd wel het begrijpt. Maar qua gevoel kun je er gewoon zo niet bij. Je kunt zo niet begrijpen waarom hij niet vraagt hoe het met je gaat. Of als hij je ziet huilen, dat hij je geen arm om je heen slaat. FTD vind ik een rotziekte, want het verandert je persoonlijke eigenschappen, het verandert je karakter. Je bent gewoon niet meer de persoon die je was. Wilde iemand koffie of zo? Nee. De ziekte ontwikkelt zich snel bij Harry. Waar hij vroeger van festivals en drukte hield, zoekt hij nu het liefst de rust op. Voor Odette en de kinderen is het steeds lastiger om contact met hem te maken, omdat hij meer en meer in zijn eigen schulp kruipt. Vanaf 1 september gaat hij al 4 dagen naar de dagbesteding. En dan denk ik van ja, vorig jaar om deze tijd reed hij nog met zijn auto in het pak de oprit af. En ging hij naar zijn werk. Ja, en nou word je opgehaald in een busje en thuisgebracht. Doe dat zo meteen, Mari. Gaan we nou lekker aan tafel zitten, gaan we eten. Dat ruimen we zo wel op, Harry. Harry. Toch heeft ook Harry zelf, ondanks zijn ziekte, een reëel beeld van zijn toekomst. Ja, ik hoop vroeger overleden. Ja, dat is gewoon nog te vroeg, hè? Ja. Ja. Ik weet gewoon dat mijn vader nooit gaat zien dat ik bijvoorbeeld een vrouw ga krijgen of ga trouwen of kinderen ga krijgen. En dat, ja, daar reken ik er wel op dat je vader en moeder daar gewoon bij zijn. Dus. Dat vind ik wel confronterend, ja. Want ik dacht, later worden we oud. Ja. Dat had ik zo graag met Harry willen doen. Maar dat is ons niet gegeven. Dat weten we nu al. Hè, dat besef je ook wel, Harry? Ja. 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 Ja, ik probeer wel positief te blijven. En ook voor mijn kinderen. En ik heb hele lieve vrienden die ons super ondersteunen. Dat maakt het wel draaglijk. En hè, daar ben je ook blij mee, hè? Ja. En die zijn echt gouden waard. Want anders had ik echt niet geweten hoe ik het zou doen. Naast alle emoties zijn er ook nog de financiële gevolgen. Harry nam onder invloed van zijn ziekte ontslag. Dit heeft tot gevolg dat het gezin nu het huis zal moeten verkopen. Genoeg redenen om Harry en Odette samen een bijzondere avond te bezorgen.
Was je nog gesloten? Hoi, goedemiddag. Hallo. Hi, ik ben Caroline. Odetta. Hi. Had je niet verwacht, hè, dat ik zou komen? Nee. Hey, hallo. Dag, Harry. Ik ben Caroline. Ja? Ja. Schrik je er niet van? Man, nee hoor. Mag ik even binnenkomen? Ja, natuurlijk. Ja, oké. Goed. Kom verder. Hoe gaat het, Odetta en Harry? Beetje depressief nog. Ja? Ja. Ja. Het is wel een rollercoaster waar je in terecht bent gekomen, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Ons leven staat op zijn kop, want de toekomst verandert. En je weet dat je gewoon samen niet oud zal worden. Nee. En Harry zal steeds verder achteruit gaan. En ik zal hem daarbij moeten begeleiden. En ja, dat is gewoon heel heftig. Ja. Ik ben hier natuurlijk niet zomaar, hè? Nee. Oh. Ik vind eigenlijk dat jullie ook wel iets gezelligs, iets ontspannend verdienen met z'n tweeën. Ja. Omdat jullie zo ontzettend van eten houden en ook van koken. We gaan hier met z'n tweetjes vanavond eten aan een chef's table in de kruidfabriek van Peter Luthe. Oh, leuk. Ja. Vind je dat leuk? Ja. Ga je lekker eten, Harry? Ja. Ja? Ja, Harry houdt wel van lekker eten, hoor. Kan Odette goed koken? Nee. Oh. Oké, dan ga ik het aan haar vragen. Ik doe mijn best. Kan Harry goed koken? Nee. En terwijl Harry en Odette in de veronderstelling zijn dat ze lekker samen gaan eten bij topchef Peter Luthe, arriveren daar ondertussen hun vrienden, met wie ze samen een kookclub hebben. Zij staan altijd voor Harry en Odette klaar en mogen natuurlijk ook deze avond niet ontbreken. Harry! Hey, jongen. Hey, dat is een verrassing. Hey. Zo, lieve Harry en Odette, welkom in mijn restaurant. We gaan er een bijzondere avond van maken vanavond. Ja, jullie vrienden zijn er allemaal. Ontzettend leuk om dit voor jullie te mogen doen. En we gaan vooral veel plezier hebben. So you can keep me inside the-